ben Linda. Ik hou me bij het Ratio Instituut bezig met robots en andere vormen van slimme digitale technologie en de sociale en ethische aspecten daarvan. Dus eerst zagen we robots voornamelijk in een autofabriek en nu komen ze eigenlijk uit hun kooi de samenleving in. En zo'n zorgrobot is daar een mooi voorbeeld van. En we zien dat robots, maar ook andere vormen van digitale technologie, mensenrechten kunnen versterken, maar ook mensenrechten kunnen ondermijnen. En bij zo'n zorgrobot zie je aan de ene kant dat het mogelijk maakt om mensen langer en op een waardige manier zelfstandig te laten wonen. En aan de andere kant roept het ook weer vragen op. Want zo'n zorgrobot registreert eigenlijk alles en iedereen in zijn omgeving, van emoties tot wat iemand aan het doen is. En hij moet wel, want hij moet kunnen interacteren met jou. Hij moet kunnen begrijpen wat er gebeurt om daar op te kunnen reageren. Ja, wat voor data verzamelt hij precies allemaal? Hoe kan privacy gewaarborgd worden? En aan de andere kant zie je ook dat het weer nieuwe vragen oproept op een ander gebied. Stimuleert bijvoorbeeld zo'n zorgrobot menselijk contact? Of gaat hij in worden gezet als vervanger van menselijk contact? Want die robot is nu nog volop in ontwikkeling. Dus we kunnen nu bepalen hoe wij willen dat die zorgrobot eruit komt te zien en waarvoor we hem wel of niet inzetten. Beter nu dan achteraf. En op 12 oktober zal ik bij NRC Live het over deze vraag gaan hebben. Wat is er qua mensenrechten nodig in het robottijdperk?